Wilders maakte Timmermans net met de grond gelijk tijdens een debat op SBS. Laten we kijken. Weet u wat dat betekent? Hè? Ik wil het niet te persoonlijk maken, maar u staat hier nu met een wachtgeld van 15.000 euro per maand. Dat is wat u krijgt van de Europese Commissie. En die mevrouw die heeft, kan 385 euro niet betalen. En u zegt, laten we even wachten. U kan wachten met dat geld. Mevrouw kan niet wachten. Mevrouw moet nu het geld hebben. Ik zeg dat en dat. Nee, ik was nog niet klaar. En dat de leider van de sociaaldemocratie niet zegt... mevrouw, we gaan nu morgen dat eigen risico afschaffen, is een schande. U bent de contact met de werkelijkheid totaal verloren. En dit is waar. Er zijn miljoenen Nederlanders die onder de armoedegrens leven. Die hun ziektekosten niet kunnen betalen. Hun medicijnen niet kunnen betalen. Hun energierekening, gas, water, licht, boodschappen, huur en andere onverhoopte kosten niet kunnen betalen. En dan heb je Paulus de Boskabouter Timmermans met zijn 15.000 euro aan wachtgeld per maand. Die het eigen risico niet eens wil afschaffen. Die de belastingen wil verhogen. En die een klimaatcommunistische agenda wil uitrollen waardoor de prijzen nog veel verder zullen stijgen. En dan heb ik het nog niet eens over de asielinstroom waar hij niks aan wil doen. Timmermans is een ramp voor Nederland. Een ramp voor de gewone burger en we moeten echt... koste wat het kost, voorkomen dat hij minister-president wordt. Like en deel dit filmpje als je het daarmee eens bent.